Overhuis gaat op zoek naar Apeldoorns talent. Theater Orpheus gaat dit najaar op zoek naar Apeldoorns talent. Ieder die goed kan zingen, acteren of een instrument kan bespelen, krijgt de kans om zijn of haar talent op het podium te vertonen. Dit unieke theaterproject heeft een allesomvattende naam gekregen. Show Apeldoorn hebben we het genoemd. We gaan een voorstelling neerzetten door Apeldoorners, maar ook voor Apeldoorners. En dat moet eigenlijk het hele jaar weergeven. Net zoals je vaak aan het eind van het jaar een cabaretvoorstelling hebt die een heel jaar weergeeft, moet dit met allerlei genres ook het hele jaar weergeven van Apeldoorn. Van 17 tot en met 23 oktober zijn er voorrondes met een deskundige vakjury. Mensen kunnen zich aanmelden. Iedereen in Apeldoorn die talent heeft of denkt talent te hebben, mag zich aanmelden. En iedereen mag ook laten zien wat hij kan. We hebben 4 momenten waarbij de voorrondes plaatsvinden. Dat zal in de wijken plaatsvinden, dus in de wijkcentra. En daar mogen mensen laten horen wat ze kunnen. Uiteindelijk wordt er door de jury worden er 8 mensen geselecteerd. En die krijgen een hele begeleiding om uiteindelijk show Apeldoorn neer te zetten eind december. Op tal van locaties in Apeldoorn zullen de voorrondes gaan plaatsvinden. We hebben nu in eerste instantie gezegd van nou in de Maten in ieder geval willen we een locatie hebben. In Noord, in Zuid en in het centrum nog een locatie. Dus mensen mogen ook bij de aanmelding even aangeven waar ze vandaan komen en wat hun voorkeur heeft. Zodat ze ook in hun eigen wijk eigenlijk gaan optreden. Ja, ik zag dat jullie nog wel 1 voorwaarde stelden aan de inhoud. Ja, dat klopt. Ja, het moet wel iets met Apeldoorn te maken hebben. Nou is het niet zo dat tijdens de voorronde dat het al een volledige voorstelling moet zijn die over Apeldoorn gaat. Maar je moet wel iets met Apeldoorn hebben en dat kunnen vertalen in de show uiteindelijk. Jan Zijlstra heeft zich nu al aangemeld voor het talentenjacht Show Apeldoorn. Waarom heb je dat gedaan? Nou, ik woon al sinds 1980 in Apeldoorn en ik vind het wonen hier fantastisch. En omdat ik ook musiceer, is het natuurlijk voor mij een hele leuke gelegenheid om dat naar voren te brengen in een lied. Het lijkt me spannend. En nu de voorrondes nog? Ja, nu de voorrondes. Nou, het is gewoon leuk om mee te doen en de rest zien we gewoon wel hoe dat afloopt. Een klein voorproefje wilde Jan Zijlstra wel even weggeven voor de camera. Ik ben verliefd op jou. Door al jouw groen, we wandelen, fietsen, menig plantsoen. Ons mooie paleis, het loopt, Apeldoorn is zo. Op 28 december vindt de finale plaats in Theater Orpheus. Opgeven kan nu al. Mensen kunnen zich nu al aanmelden via orpheus.nl. Moet ik even spieken. Show Apeldoorn. Dus orpheus.nl/showapeldoorn. En daar zijn een aantal vragen die gesteld worden. Kun je je gegevens invullen en even kort motiveren waarom je meedoet en wat je gaat doen. En je kunt je aanmelden tot, ga ik weer even spieken, 25 september. Morgen zijn er wolkenvelden met de zonnige periode. Het is droog en het wordt rond de 24 graden. In de avond en nacht is het wisselend bewolkt en droog en het koelt af naar ongeveer 9 graden. Vrijdag en zaterdag zijn de wolkenvelden met geregeld zon, het blijft droog en het wordt ongeveer 24 graden.